De granenflits en kort terugkijkend op afgelopen week zien we dat op de Matief tarwekoers op zoek was naar de bodem. Uiteindelijk de week op €182,75 gesloten, waarbij 180 toch echt wel die bodem is op de CBOT in de VS en soortgelijk beeld. Nou ja, de tarweoogst op het Europees continent is overal bezig en op veel plekken alweer bijna afgerond. Duitsland en Frankrijk toch duidend minder kilo's zoals we al dachten. In de Zwarte Zee-regio, met name Rusland, valt het juist weer mee. Oekraïne oogst wel fors minder tarwe. En we zien dat daar de fysieke prijzen dan ook stand blijven houden boven die $200 per ton. Nou ja, de markt wereldwijd kijkt alweer naar het volgende seizoen. Zo verwacht Australië zijn beste oogst in 6 jaar met ruim 70% meer tarwe ten opzichte van vorig jaar. Ook Brazilië kijkt alvast uit naar een zeer goede oogst. En wat de internationale handel toch wel een beetje onzeker maakt, is dat we overal weer nieuwe brandhaarden van het coronavirus op zien laaien. Wat de vraag waarschijnlijk geen goed gaat doen.